elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Een Brabants onderrondje in Waalwijk tussen RKC en Top Os. RKC op zoek naar een overwinning. Hier Hansson na een half uur namens de thuisploeg. Hansson met de poging en de redding is van Olij. Dat is het enige gevaar van de eerste helft. Fred Grim ziet dat zijn ploeg wel het meeste balbezit heeft, maar moeite heeft om wat te creëren. Dat wordt anders in de tweede helft. Hier gaat Sijs, de Belg, die haalt maar eens uit. En weer is daar Olij met de redding namens Top Os. Ploeg van Klaas Wels won vorige week in eigen huis van Jong Utrecht. Dankzij een doelpunt van Dogan. Die krijgt hier de bal na een foutje van Mulder. Dan zien we een kwartier voor tijd eigenlijk. Voor het eerst echt gevaar van Top Os. De wedstrijd wordt aantrekkelijker in de tweede helft. Het is een uitstekende voorzet en een enorme kans voor invaller Tahiri. De voorzet was van Hansson. Zo zijn de beste mogelijkheden toch voor RKC. Weer een voorzet en weer een kopbal. Nu van een andere invaller, Vermeulen. En weer Nick Olij met de redding. Hij houdt Top Os in de wedstrijd. Hier komt hij er niet aan. Maar de poging van verdediger Meulensteen verdwijnt naast het doel. Dan begint de tijd toch wel te dringen voor de ploeg van Grim. Sijs, kleine 10 minuten voor tijd met de vrije trap. En daar is hij weer, Nick Olij. Gaat die doelman er dan voor zorgen dat Top Os hier met een punt er vandoor gaat. Of misschien nog wel meer. Dit is Ladan, invaller met de voorzet. En dit is een goede kans voor een andere invaller en Koyi. Maar nu is het Vase, de doelman van RKC, die goed redt. Hoofdrol dus voor de keepers. Dan is er nog een tweede gele kaart hier voor Baggerman. Dus eindigt RKC de wedstrijd met 10 man. En eindigen beide teams de wedstrijd zonder doelpunten. Weer geen overwinning voor RKC. Voor de 7e keer op rij niet. De kansen waren er wel voor de ploeg van Grim. Maar het blijft thuis tegen Top Os 0-0. Hartelijk dank voor jullie komst.